Olympic Moves, voorheen Mission Olympic, is de afgelopen 13 jaar uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Wethouder Nathan Stukker verrichtte de opening nadat er onder andere demo's geweest waren van Sakura. Hoe sta jij hier? Ja, als een hele trotse wethouder. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben wethouder van sport. Ik heb hier zelf gevoetbald, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik vind het fantastisch om hier te staan. Olympic Moves is de grootste schoolsportevenement in heel Nederland. Waarbij we leerlingen kennis willen laten maken met allerlei sporten. Dus leerlingen kunnen zich inschrijven voor bepaalde categorieën. Waaronder volleybal, voetbal, frisbee, softbal, nou, noem maar op. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dus het is vooral de introductie voor bepaalde sporten. Teambuilding, teamvorming, ja, noem maar op. Ja, fantastisch evenement. Olympic Moves hier in Apeldoorn, de regionale finale. 8 scholen, begreep ik, uit Apeldoorn en de omgeving. Bijna 500 teams en 2000 leerlingen, meer dan dat zelfs, die vandaag tegen elkaar gaan sporten. Fantastisch. Ja, het is een hele klus. Wij zijn voornamelijk bezig met het creëren van de beleving bij de leerlingen. Dus het ophangen van de branding en een leuke opening verzorgen. En de afsluiting, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Maar benaderen van scholen en dat soort grappen ook? Nee, daar zijn de gymdocenten zijn daar verantwoordelijk voor. Er zijn 6 gymdocenten, die zijn ook verantwoordelijk dan voor de wedstrijdschema's en het verloop van de wedstrijden zelf. Wij zijn voor de zaken eromheen. En die zaken eromheen, dat is onder andere dan posters ophangen, maar toch nog wel iets meer, neem ik aan. Ja, het komt een hele hoop bij kijken. Wij moeten de scheidsrechters onder andere regelen. Site events, zoals hier staat een pannakooi. We hebben lunch. Een wat? Een pannakooi. En wat mag dat zijn? Dat is, dan kan je 1-1 voetbal spelen en dan moet je proberen de ander door de poort te spelen en dan weer met de bal verder te gaan. En dat doe je 1-1 en dat kan in een pannenkoek. En wij hebben lunchpakketjes moeten regelen en dat proberen we gesponsord te krijgen. En verder moeten we nog meer sponsors krijgen en regelen. Want wij moeten natuurlijk ook dingen betalen, zoals drukkosten en zo. En dat is vrij duur, dus daar proberen wij sponsors voor te vinden. Omdat wij het organiseren zitten we met het tweede jaar. En hoe lang bestaat het inmiddels? Weet jij dat, zo'n vrouwtje uit je hoofd? Ik heb geen flow idee. Maar ik denk al wel een jaar of 5 dat het zeker bezig is. Het is natuurlijk eerst, was het, hoe heet het daarvoor ook weer? Mission Olympic. En toen is de naam veranderd naar Olympic Moves. En ja, het is zeker al zeker een jaar of 5. Hoe lang zijn jullie ermee bezig? We zijn in september begonnen met 1 keer per week stage lopen eigenlijk. En sinds januari 3 keer per week. En dan komt er af en toe nog wat werk thuis bij kijken. En als je nou terugkijkt, wat heb je er nou vooral van opgestoken? Dat je goed van tevoren moet beginnen met plannen, duidelijk moet plannen, duidelijk taken vast moet zetten en niet op het laatste moment alles willen regelen eigenlijk. Dat heb ik voornamelijk geleerd. Ja, en nog veel meer zaken eromheen, zoals sponsors benaderen en creatief denken. Maar het voornaamste is het op tijd plannen en taken vastzetten. Zijn we puur gastheer als gemeente of hebben we er ook nog een andere bemoeienis mee? Nee, we zijn puur gastheer, het is een nationale organisatie. En deze week zijn de regionale finales en dat leidt dan op tot de finale in Amsterdam binnenkort. Ja, het is fantastisch, dus je mag strijden voor de eer van je school. Als er nou Apeldoornse scholen in die finale belanden, gaat er dan nog een wethouder mee? Oh, dat zou zomaar kunnen, daar heb ik het nog helemaal niet over nagedacht. Maar als het een klein beetje schrikt, wie weet. In ieder geval mooi weer. Zo is het maar net. En hoe groot is dit in aantallen deelnemers en aantallen scholen die eraan meedoen? Weten jullie dat ook? Ik hoorde vandaag in de opening dat het 2200 leerlingen in Apeldoorn sporten vandaag. En hier op deze locatie al 350 leerlingen. En wij zitten op 25 verschillende teams die hier alleen al het meisjesvoetbal doen. En dat is uit de hele omgeving van Apeldoorn. Dus ja, enorm veel. En we proberen zoveel mogelijk te bereiken uiteraard. Dus ja, laat ze maar sporten. Dat is onze boodschap, denk ik. Ja, zeker. Ja. Donna, jij bent van het Isendoorn College. Waar komen jullie vandaan trouwens? Warnsveld, dat ligt in de buurt van Zutphen. En jullie doen mij aan Ultimate Frisbee. Wat is Ultimate Frisbee?
Nou, ultimate frisbee is, is een sport. Je hebt dan een heel groot veld. En dan aan de lengtes, aan het einde daarvan heb je dan twee flanken. En daarin moet je scoren. Je hebt één flank waar dan één team in scoort, de andere flank waar het andere team in scoort. En je scoort als je de bal daarin paast en dan moet die ander vangen. En dan heb je een goal. Maar het klinkt allemaal heel suf, maar het is eigenlijk best wel zwaar. Omdat je heel veel moet vrijlopen en heel veel moet rennen. Want als de tegenstander de bal ook al aanraakt, of de frisbee aanraakt, of al wegslaat, dan ben je de bal al kwijt, of de frisbee. Dus dat is best wel zwaar. Het is niet voor watje, zeg maar. En hoe staan jullie ervoor? We hebben net 15-0 gewonnen. En we zijn met twee teams doen we mee. En de vorige hebben we net 10-0 gewonnen en 7-0. Dus het gaat wel goed. We willen ook heel graag naar Amsterdam. Dus, nou, ik wou net zeggen, zo te horen, gaan jullie naar Amsterdam? Ja, ik hoop het wel. De beste gaan naar de finale in Amsterdam, in het Olympisch Stadion. Waar ze strijden tegen scholen uit heel Nederland. Dus dit was de regionale finale. En dan gaan ze straks door naar de grote finale in Amsterdam. Heb je enig idee hoeveel regionale finales er zijn? Ik dacht een stuk of 12. Ja, dat dacht 12. Ik ook. 12 door heel Nederland. Ja. En als je dat nou moet gaan vertalen naar aantallen deelnemers over heel Nederland? Dat er dan rond de 25.000 leerlingen zitten die vandaag aan het sporten zijn. In de verschillende categorieën. Dus heel veel. Tot slot, hoe tevreden zijn jullie tot nu toe? Op dit moment zijn we heel erg tevreden. Leuke leerlingen, echt de coaches doen super hun best. Echt, de sfeer is super. Het weer is prima. Ja. Kleine druppeltje regen, maar er kunnen deze voetbaldames die hartstikke stoer zijn heel goed tegen.